Nou, nogmaals welkom. Goed om te zien dat jullie er met zoveel zijn vandaag. We hebben het vandaag over internationale lessen in de strijd tegen VGV. En mijn naam is Jana Sauw en ik werk sinds enkele maanden bij Faros op het Focal Point. Faros is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En daarnaast ook al vele jaren Focal Point, meisjesbesnijdenis. En dat betekent eigenlijk dat we ons inzetten op het voorkomen van meisjesbesnijdenis, het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn en het verzamelen en verspreiden van kennis over meisjesbesnijdenis. Dit doen wij niet alleen, dat doen we samen met verschillende partners, waaronder EFSAN, Federatie van Somalische Associaties Nederland, GGD'en, Veilig Thuis en Medische Beroepsverenigingen. Nou, er zijn ontzettend veel mensen aanwezig vandaag, dus dat is hartstikke goed. En onze vorige webinars zijn ook te zien op het YouTube-kanaal van Faros. We hebben het vandaag dus over internationale lessen. Want VGV is niet alleen iets in Nederland, maar ook in verschillende andere landen. Maar de vraag is, kijken we eigenlijk wel voldoende internationaal in onze strijd tegen VGV? Want wat kunnen we van andere landen leren? Nou, vandaag vertelt Jet Bastiani van Plan Internationaal daar graag meer over. Jet is Sexual Reproductive Health and Gender Advisor bij Plan Internationaal. En zij doet eigen projecten in verschillende landen en zet zichzelf al jaren in tegen VGV. En vandaag vertelt zij wat meer over sociale normen. En dat doet ze samen met Lubna Abdul. En zij is ervaringsdeskundige. Ik kan me voorstellen dat aan de hand van dit verhaal verschillende vragen bij jullie opkomen. Deze mogen jullie vragen in de chat. Sommige van deze zullen direct worden beantwoord en andere... Ik zie niet meer dingen, maar het gaan we later... ons wel horen, maar Jet wordt wij horen niet. Even kijken. Nou, voordat we... beginnen met het webinar, gaan we eerst even kijken hoeveel kennis jullie hier al over hebben. En daarvoor mogen jullie naar de Mentimeter gaan. Deze kunnen jullie bezoeken door middel van de QR-code en anders naar de menti.com gaan. Kijk, dan ga ik hem nu. Nou, en dan geef ik nu graag het woord aan Jet, omdat zij met jullie gaat bespreken wat we hier allemaal zien. Dus Jet, naar jou. Ja, dan hou ik het even tijdens deze tech eventjes heel kort. Dit is een sociale norm. Het is namelijk zo dat je in de ene cultuur is het gewoon om gewoon in het openbaar borstvoeding te geven. Maar in sommige culturen, sommige landen doe je dat niet en ga je binnenshuis. We komen er later voor de uitleg, gaan we er verder op in. Nou, ik denk dat we de antwoorden nu binnen hebben. Jet, kun je ons vertellen wat we hier zien? Ja, dit is geen onderliggende norm. Dit is een afspraak.
En ik denk dat het een goed voorbeeld is in Zweden, waar ze in 70 jaar op een gegeven moment besloten om van links, linkerkant van de weg naar de rechterkant van de weg te gaan rijden. Is in één nacht hebben ze alle verkeersborden veranderd en hebben ze afgesproken, morgen rijdt iedereen aan de rechterkant. En dit ging eigenlijk heel erg goed. In tegenstelling door iets wat een norm is, dat krijg je nooit in één nacht veranderd. Volgende. Nou, ik denk dat we de meeste antwoorden weer hebben. Wat zien we hier, Jets? Dit is een gendernorm. De verdeling van huishoudelijke taken zijn taken die specifiek aan mannen of aan vrouwen worden toebedacht. Nou, over het algemeen huishoudelijke taken voor vrouwen. Dus niet zozeer vanwege de mens die je bent, maar vanwege het geslacht. Of je nou man of vrouw bent, worden jouw taken toebedeeld. Dus het is een gendernorm. Gaan we naar de volgende. Heel goed. Wat zien we hier, Jet? Ja, ik denk dat iedereen het wel goed heeft. Ik kan het eerder niet zien. Sociale norm. Je blijft netjes in de rij staan en je drinkt niet voor. In Engeland tenminste. In andere landen is het anders. In India zou het een sociale norm kunnen zijn, want daar weet ik dat ze aparte vrouwen hadden destijds voor de treinloketten voor mannen en vrouwen. Maar dit is gewoon een sociale norm. Dus hoe je je gedraagt in het openbaar, je gaat netjes op je beurt wachten. Ja, helder. Oké, dan gaan we naar de laatste. Kun je hier wat meer over vertellen, Jet? Ja, nou, iedereen heeft het goed. Het is namelijk een heel complex probleem, net als de VGV, oftewel FGM, hoe ik het verder zal noemen in de presentatie. Het hangt af van heel veel factoren. Het is inderdaad een gendernorm, omdat het meestal meisjes betreft. Die hebben zelf niet te beslissen over met wie ze gaan trouwen of op welke leeftijd. Het is ook een sociale norm en vindt dat je dat moet doen. Het is misschien armoede, dat kan een factor zijn. Hè? Dus de economische factoren. En een heel complexe scala van andere mogelijke oorzaken waarom kindhuwelijken plaatsvindt nog steeds. Nog wat luider. Dan ga ik nu de presentatie starten, Jet. Ja. Dankjewel, Jaina. Terwijl de presentatie wordt opgestart, zal ik even toelichten. We noemen het hier VGV Nederland. Ik zal de term FGM gebruiken, omdat het makkelijker, omdat dat mijn werktaal is. Ik heb female genital mutilation, ik denk dat iedereen dat wel weet. Ik heb in de 90 jaren in Ethiopië en Soedan gewerkt, waar ik toen ook al heel veel bezig ben geweest met projecten tegen meisjesbestrijding, tegen FGM. Maar waarom is dat nou zo hardnekkig? Waarom zijn we er nog steeds mee bezig? Waarom is het niet uit te roeien? Het is een van de sexual reproductive health rights. En FGM is dus echt een schending van de rechten voor meisjes en vrouwen voor wat betreft hun seksuele en reproductieve gezondheid. En hoe komt dat dan? Het schending van die rechten. Waarom gaat het nou door? Waarom is er nou geen gelijkheid voor mannen en vrouwen om te bepalen wat ze zelf willen doen met hun seksuele gezondheid, reproductieve gezondheid? Waarom is er nou geen gendergelijkheid? Waarom bepalen normen en andere mannen in sommige gevallen, of de mannelijke norm,
nog steeds hoe meisjes zich en vrouwen zich moeten gedragen. Hoe zij zich dienen aan te passen, hoe zij eruit moeten zien. Nou, daar wil ik zometeen wat verder op ingaan. En kijken of dit nu de manier is waarop we wel die FGM wat beter kunnen aanpakken en begrijpen. Zodat er een verandering plaats kan vinden. Nou, we hebben net die Mentimeter gedaan over de sociale en gendernormen. Ik denk dat de meeste mensen wel ongeveer weten wat dat inhoudt, wat het betekent. We zullen hier in Nederland jaren over normen en waarden gepraat in het hele discussie, zeker in de politiek op een gegeven moment. En waarom zijn die zo belangrijk? Omdat onder andere normen, maar meerdere factoren, wat je zag bij meisjes, kindhuwelijken bijvoorbeeld, die beïnvloeden namelijk ons gedrag. En gedrag is wat we willen veranderen, in dit geval bij de FGM. En dat zijn, die normen zijn sociale en gendernormen. Sociale normen is de grote groep van normen. En gendernormen is daar eigenlijk een subset van. Een onderdeel van de sociale normen. Nou, die normen die kunnen positief zijn. Hè, en dan word je daarin beloond als je voldoet aan die normen. Maar ze kunnen ook negatief zijn. En dan word je gestraft in je maatschappij, in je cultuur, in je groep waarin je leeft. Met uitstoting, stigmatisering, dat kan van alles zijn. Laten we eens naar de volgende slide kijken waar we ingaan op de sociale normen. Wat zijn dat nou? Nou, dat zijn de normen die door een mensen in een groep of een samenleving. En even kijken, ik moet eventjes dit ding verplaatsen, want die staat voor mijn tekst. Ja. Sociale normen zijn door mensen in een groep of een samenleving gedeelde verwachtingen en informele regels. Dat is heel belangrijk om je te realiseren over hoe mensen zich moeten gedragen. Die normen geven een vorm aan wat mensen beschouwen als typisch of gepast. In een bepaalde context. Dus dat betekent dat die in een ander land, in een andere cultuur, in een andere groep anders kunnen zijn dan in jouw eigen groep. En je geeft er gewoonlijk de voorkeur aan om die norm te volgen, omdat je bij de groep wil horen. Hè? In de context, je wil niet uitgestoten worden, je wil erbij horen. Het is heel, heel logisch dat je dat wil. Je verleent er je identiteit aan. Het is belangrijk om bij een groep te horen. Ze steunen je. En je wordt er ook voor beloond als je bij een bepaalde groep hoort. En je wordt niet gestraft als je je anders gedraagt. Dat denk ik heel belangrijk om te realiseren. Die sociale normen, die liggen ook bij FGM, bij VGV, liggen die hieronder. Hoe mannen en vrouwen zich gedragen als ze het over seksualiteit hebben en reproductiviteit. We gaan nu door naar de gendernormen. Want die zijn eigenlijk de eigenlijke subset van normen die onder de FGM liggen. Het gaat er namelijk om dat die normen die voor FGM aan de FGM ten grondslag liggen, alleen voor vrouwen en meisjes opgaan. Het gaat om de vrouwelijke seksualiteit. Het gaat om de controle over de vrouwelijke seksualiteit. Dus we noemen het een gendernorm en geen social norm. Gendernormen zijn namelijk meer. Je zag het bijvoorbeeld in het voorbeeld van de Mentimeter in de rij. Je gaat in een rij staan, je wacht netjes op je beurt. Dat is een social norm. Ongeacht of je een man bent, of je een vrouw bent, of je jong bent, en welke etnische groep. In die cultuur word je geacht in de rij te staan en op je beurt te wachten. Een gendernorm heeft heel erg te maken met het feit dat je een vrouw bent of dat je een man bent. En ten grondslag hieraan ligt dus een macht. Onevenwicht. Het is een ene groep die controle heeft op een andere groep door middel van die gendernormen die worden opgelegd in die bepaalde groep. Dus mensen hebben privileges en macht door die normen in stand te houden. En ik denk het voorbeeld van FGM, dat kennen we denk ik allemaal, zeker in de landen waar ik werk, is het toch vaak dat vrouwen, de reden dat vrouwen die opgegeven wordt, dat vrouwen besneden worden. Is om controle te houden over de seksualiteit van meisjes. Dat ze niet losbandig worden. Dat ze nog maagd zijn voor hun huwelijk. Al dat soort argumenten hoor je. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk één groep die bepaalt over de seksualiteit van de anderen. Het structureert dus de ongelijke toegang van vrouwen, meisjes, jongens en mannen tot hulpbronnen en vrijheden en rechten dus. En beïnvloedde hun stem, macht en sociale positie. Nou, in het geval van FGM, vrouwenbesnijdenis, zie je dat dit
in alle sectoren en op vele aspecten van hun leven doorspeelt. Want we hebben vaak gemerkt in Ethiopië bijvoorbeeld in onze projecten dat meisjes die besneden zijn erg veel last hebben van hun menstruatie als ze later meisje worden. Daardoor vaak niet naar school gaan, pijn hebben iedere keer 1-2 weken per maand. En zo dus ook minder opleiding krijgen dan de jongens van hun leeftijd. Dus je ziet dat het op allerlei aspecten die controle over hun seksualiteit invloed heeft. Op hun vrijheid, op hun ontwikkeling en allerlei factoren in hun leven. En het meest belangrijke is nog, en dat zul je ook laten zien in de aanpak die we in die landen doen, dat ze vaak zijn ingebed in instellingen. Ze worden in stand gehouden. Soms kan dat zijn door de kerk, door de moskee, hè, de imam of de religieuze leiders. Ook soms voor de chiefs, hè, de informele sector of de lokale wetgeving. Maar ook soms voor wetgeving zelf. En die houdt ook dit hele systeem van bepaalde normen, of in ieder geval genderongelijke normen en waarden, in stand. Ja, de volgende, Jenna. Wat zijn belangrijke begrippen, terminologie, waar je dan aan moet denken als we het over die sociale normen en gendernormen hebben? Dat is je gedrag. Je gedraagt je, hè, die hele, als wij de FGM willen proberen uit te roeien, dan heb je met gedrag te maken. Gedrag van mensen, dat is een persoonlijk geloof en gevoel wat goed en slecht is en hoe men zich hoort te gedragen. Daar moet je zeker mee aan het werk gaan. Een mooi voorbeeld is van, mijn moeder vertelde mij dat ik later alleen een goede echtgenote zal zijn als ik besneden ben. Dus je gedraagt je inderdaad op een bepaalde manier. Maar het is ook kennis. En daarom waren in de FGM-projecten ook heel veel kennis over de seksuele gezondheid, de biologische ontwikkeling van vrouwen, wat de gezondheidsrisico's waren van FGM, waar heel veel nadruk op is gelegd in de afgelopen jaren. Het is gewoon kennis en feiten. Wat is goed, wat is niet goed, hoe moet je je gedragen? Nog belangrijker is de referentiegroep. Dat heeft ook te maken met de instellingen en instanties die normen in stand houden. Maar hetgene wat je doet, dat wordt bepaald door de groep mensen waar je bij wil horen. En wie's mening belangrijk is voor je gedrag. En vooral hoe wij denken dat zij vinden dat wij ons moeten gedragen. Dat is denk ik heel belangrijk om je te realiseren. Je doet vaak iets omdat je denkt dat je buren het jou anders kwalijk zullen nemen. Misschien vinden die buren dat wel helemaal niet, maar jij denkt dat dat de norm is die jouw buren erop nahouden. En daar moet je naar gedragen. Een mooi voorbeeld is, mijn vriendinnen zijn allemaal besneden en vertellen mij dat ik dat ook moet laten doen. Nou, als jij bij je vriendinnengroep wil blijven horen, dan ga je ook naar huis toe en dan zeg je ook tegen je moeder, ja, sorry, maar ik wil me ook laten besnijden, bij wijze van spreken. Dan heb je het over de machthebbers, hè, de mensen, wie hebben er nou eigenlijk invloed op die normen, dus de manier waarop wij denken dat we ons moeten gedragen. We kunnen bijvoorbeeld in de landen waar we werken, kunnen dat chiefs zijn, imams, sheikhs, in het geval van het voorbeeld straks. Maar in heel veel gevallen zijn dat, zeker als we met jonge mensen werken, zijn dat andere jonge mensen. Oh, jongeren vinden het erg belangrijk om zich, andere peers noemen we dat, om zich daar naar te vormen. Hè? Iedereen heeft tegenwoordig dezelfde schoenen aan, iedereen moet merkkleding aan. Je wilt bij een bepaalde groep horen. Nou, en als laatste dan de sociale sancties, de straffen die erop staan als je niet gedraagt zoals je denkt dat je je hoort te gedragen. Je wordt uitgestoten, je hoort er niet meer bij, je wordt misschien zelfs gestigmatiseerd. Ik denk dat dat belangrijk is voor iedereen, voor ons, iedereen op de hele wereld. Je wilt bij een bepaalde groep horen en daar confineer je je mee. Het voorbeeld is toen mijn vader besloot zijn dochters niet te laten besnijden, werd hij buitengesloten van de dorpsbijeenkomsten en werd zijn dochters onrein en losbandig genoemd. We hebben in een van de projecten een filmpje over een vader in Mali die zich uitspreekt over dat hij zijn dochters niet wil laten besnijden en die mag niet eens meer gebruik maken van de wapenvoorziening in het dorp op een gegeven moment. Dus nou, dat soort dingen gaan natuurlijk erg ver als je dus je niet voldoet aan de normen die heersen in de groep waar jij bij behoort. Ik denk dat dit mijn laatste slide was, Jaina. Ja, daar wil ik nu met Lubna over gaan praten. Waarom is die referentiegroep die we net zo benoemden, die groep waar je dus bij wil horen,
om je eigen identiteit, veiligheid en alles te waarborgen. Waarom is dat zo belangrijk? Je moet altijd naar die referentiegroepen kijken, dat doen we zeker in onze programma's. Maar hoe zit het dan met de situatie in Nederland? Je ziet vaak dat mensen hier in Nederland, zeggen Soedanese mensen in Nederland, toch kijken naar een referentiegroep in Soedan. Hoe denken zij dat wij ons moeten gedragen? De voorbeelden van Nederlanders die gemigreerd zijn naar Canada en Zuid-Afrika destijds kennen we ook allemaal wel, denk ik. Dat die mensen, die groepen mensen, op een gegeven moment nog traditioneler werden dan wij zelf in Nederland. Nou, en belangrijk is dat je in die referentiegroepen Agents of Change gebruikt. Mensen die verandering, die gedragsverandering tot stand kunnen brengen. En dan kunnen hier bijvoorbeeld sleutelpersonen zijn, maar ook in het land van herkomst zijn er veel mensen die in de programma's daarvoor gebruikt worden. Nou, ik denk dat dit best een belangrijke vraag is, die referentiegroep. Daar wil ik ook graag aan Lubna vragen, die hier naast mij zit. Herken jij dit verhaal? Ben je dat wel eens tegengekomen in je werk hier of in je privé? Ja, herkenbaar. Het is bij mezelf, omdat ik besloot om met mijn man mijn meisjes niet te laten besnijden, dan hoor ik niet bij. Dus de schoonfamilie wil ze mij niet bijhoren. Dus dan noemen ze mij een slechte vrouw. Dan heb je het over je familie in Soedan, nou ja, terwijl jij hier zit. Terwijl ik hier zit. Want de familiedruk is enorm. Dus wij kunnen niet zonder onze familie. En wij denken altijd, ga ik dat doen? Of wat gaat mijn familie op reageren? Bijvoorbeeld, fietsen mogen wij niet fietsen in Soedan. Dan weet je, dat nu pas gaan ze fietsen, want dan denken ze dat het wat de maagdheid en zo. Dus toen had ik leren fietsen. Ik dacht, hoe gaat mijn familie erop reageren? Dus denken wij altijd, wat gaat onze familie op reageren? En toen kom ik hier in Nederland. Ik weet dat meisjes besnijden is niet goed. Maar waarom weet ik niet. Maar hier heb ik door IFSAN meer geleerd aan de GGD. Dus vandaar heb ik met mijn man samen onze twee dochters niet laten besnijden. Maar de consequenties van ons was groot, heel groot, dat ik geen contact meer met mijn schoonfamilie. En dan denk ze, mijn meisjes nu is, dan gaan ze overal met de mannen mee, achter de mannen mee. En dat is door mijn beslissing. Maar daar hebben ze wel contact met mijn man, dus de oudste broer, daar hebben ze respect voor hem. Maar dan zeggen ze, alsof jouw vrouw dood is. Dan noemen ze mij echt slecht vrouw. En dat is, dus ik zie, het was voor mij pijnlijk, want de familie hoort bij jou. Maar ik dacht, ja, ik ben niet de enige slecht vrouw. Want ik zie ook bij sleutelpersonen, ze zijn meerdere slechte vrouwen. En ik ben heel slecht, ze noemen ze mij slecht vrouw, maar ik ben heel trots op dat ik mijn meisjes niet laat besnijden. Ja. En betekent dat nou dat jouw referentiegroep niet meer zozeer jouw familie in Soedan is, wat betreft meisjes besnijden, ja, maar dat je hier een referentiegroep hebt gevonden? Ja, dat wel. Dat zijn meerdere vrouwen, daar hebben wij nu over gehad. Dus het zijn ze wel meer, ja. Ja, nu zijn ze wel, niet alleen over meisjes besnijden, maar ook over meerdere dingen samen. Okay. Maar dat een van ons meisjes besnijden, dus ja, dat praten wij meer vaak over. Ja. Ja, je zei vorige week tegen mij, mijn referentiegroep hier is de slechte vrouw. Ja. Ja, dat is ook zo. Ik zei net, ik ben niet de enige de slechte vrouw is. Dus als ik zie meerdere vrouwen, dus noemen wij de referentie van slechte vrouwen hier in Nederland. Die zijn tegen meisjesbesnijding, dus als gaan ze daar toch noemen. Ja. Want je weet maar nooit, als ik was nog zit in Soedan, misschien meisjes waren besneden. Dan word ik echt een slechte vrouw. Daar is het moeilijker. Als je dichter bij de referentiegroep zit, is het natuurlijk moeilijker om die sociale druk te weerstaan. Precies. Dan hier. Ja, dat is enorm. Dat is bij mij ook gebeurd. Mijn moeder wil ons niet laten besneden. Dat wil ze echt niet. Maar mijn oma was thuis. En mijn tantes waren ook thuis. Mijn moeder was bij haar man. Dus mijn moeder ging naar de werk. Heb ze ons laten besneden. Dus mijn moeder kan ze ook niet nee zeggen. En kan ze ook niks tegen. Dus toen oma is de baas in huis. Dus de drukte is heel, heel groot. En heb je met je werk hier als sleutelpersoon en daar ook wel eens over gehad met andere mensen? Over die referentiegroepen daar en waar ze zich...
Ja, dat hebben wij wel. Soms vind ze heel moeilijk. Omdat het is wel bij vooral grote de oudere mensen zijn wel taboe. Dan mag je niet, vooral mannen niet, mag je niet mee praten. Maar dat hebben wij vaak over. Maar dan weten wij niet hoe kunnen wij daar. Hier kunnen wij wel praten met elkaar. En ook brengen wij naar andere vrouwen. Maar hoe kunnen wij dat daar brengen? Met de mensen praten. Dat is een beetje de manier. Dat willen wij dat wel. Stap bij stap leren, hoe moeten wij dat verder? Vanaf hier nemen wij onze kennis, dan kunnen wij dat brengen. En praten is dan moet ik niet eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. Maar dan willen wij wel graag, als wij en onze kinderen ook verder gaan. Ja. Ja, dat klopt. En wij hebben natuurlijk heel veel projecten in het buitenland lopen, waar we juist dit soort dingen mee doen. En waarmee de sociale en gendernormen gaan bespreken, waarin we genderongelijkheid aan de kaak stellen, de seksuele reproductieve rechten van vrouwen en meisjes bespreken. En we hebben daar verschillende approaches in. En die wil ik graag even laten zien in twee van onze projecten. Want ik denk dat er veel meer gebeurt in die referentiegroepen daar dan wij misschien weten of denken. Ja, dat klopt. En de eerste is, en die komt uit Sudaan, de Salima Approach. Ja. De Salima Approach is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van een gendernorm. Hè. Meisjesbesnijdenis is een negatieve gendernorm, een discriminerende gendernorm. En je kunt een norm niet afschaffen, maar je kunt wel een norm ombuigen van negatief naar positief. En wat hebben ze nou gedaan in Sudaan? Ik denk dat de volgende foto daar een mooi voorbeeld van is. Dat was een school die ik bezocht. En daar was de hele school bezig geweest met de Salima Approach. En die zegt op een gegeven moment, een meisje zoals die geboren wordt, door Allah wordt gegeven, is gaaf, is rein, is mooi. En laat die zo, blijf daar vanaf. Doe daar geen rare dingen mee. En al die bladeren, ja, ik kan het niet lezen, ja, wel misschien die hebben een van die facetten van die Salima Approach, schoonheid, reinheid, totaalheid. Dus ze hebben nu die hele discriminerende gendernorm van een meisje moet besnijden worden, want dan is ze rein. Is dus helemaal omgedraaid naar een positieve norm van een onbesneden meisje is juist rein. En zoals door Allah gegeven, houden wij haar mooi en rein. De hele school was daar toen mee bezig. Nou, je hebt dan meer nodig, want het zijn de jongeren die dat doen op die school. Er moeten meer mensen hebben. We hadden het over agents of change. Wat zijn de invloedrijke mensen in die groepen daar in die gemeenschap? Ik denk de volgende slide. Zijn dan de leaflets die ze laten zien met allerlei teksten en slogans. Wat die Salima Approach allemaal inhoudt. De volgende zie je de sheikh van het dorp. Hele mooie toneel hadden ze gemaakt met die fantastische Soedanese doeken erboven. En de sheikh die stond echt te promoten dat in zijn dorp van meisjes afgebleven moest worden. Die waren rein en schoon en mooi en gaaf, zoals ze door Allah waren gegeven. Dus dan heb je een invloedrijke persoon die al helemaal probeert die norm in dat dorp, in die community te promoten. Wat heel belangrijk is als invloedrijk persoon. Maar daarnaast, zoals je op de volgende, zie je ook dat kinderen daar een lied over hadden gemaakt. Ze hebben zelfs kleuren, bepaalde kleuren, sjaals daarvoor gemaakt. Groen, geel, oranje, waar ze allemaal mee staan. En liederen erover aan het zingen zijn. En het hele dorp, de hele community, iedereen stond daaromheen. De volgende. Nou, daar zie je hoe enthousiast ook de mannen dus meegaan en proberen die norm te veranderen in hun dorp door het van hun kant aan te geven. Dan moet het natuurlijk ook onder de bevolking zelf nog landen en moeten ze van elkaar overtuigd zijn dat iedereen zich daar aan wil houden en dat dat de nieuwe norm gaat worden. Maar dit helpt heel erg die kinderen die erin meedoen en die ook allemaal om zijn. Dus dat je mannen en vrouwen en dorpelingen allerlei lagen meeneemt daarin om die sociale norm te kunnen veranderen. En dan moet ik wel zeggen dat het in Sudaan al verboden was. Dus de wet, die was al tegen meisjesbesnijdenis. Dat scheelt natuurlijk al wel een heel hap.
een hele stap is dat, omdat dat natuurlijk ook een van de facetten is. Dat je een norm, als je die wil veranderen, dat het toch handig is als je kunt refereren naar een bepaalde wetgeving. Dat helpt. Het is niet doorslaggevend, maar in Mali in een project hebben we gemerkt dat heel veel mensen als argument vaak gebruiken: ja, maar het is nog niet door de wet verboden, dus waarom zou ik? Dus al die dingen samen moet je gaan bekijken en moet je aan gaan pakken. Krijgen we nog eentje over? Ja, al die meisjes die daar met open mond naar stonden te luisteren. Ook zo'n mooie foto toen ik daar was. Iedereen was er gewoon bij in het hele dorp. Dan heb ik nog een voorbeeld uit Ethiopië. Daar hadden we destijds 2 projecten lopen. Nu nog eentje en andere. Het OTP-project, Obligation to Protect. Dat was een project wat gefinancierd was door de mensenrechtenafdeling van Buitenlandse Zaken. En dat was omdat wij in ons project hadden aangegeven dat het eigenlijk een schending van de mensenrechten was. Dus meisjesbesnijdenis schendt de rechten van meisjes en vrouwen qua seksuele en reproductieve gezondheid. En daar hebben we toen dat project op binnengehaald. En we hebben dus heel erg ingezet op human rights defenders, mensenrechtenactivisten. En die gesteund om te lobbyen voor een betere wetgeving. Er werd wat minder op de social normen toen nog ingezet. Ik zei ook, het is een project wat we voorheen hadden. De projecten nu zetten veel meer in op die sociale en gendernormen. Omdat we gewoon denken dat dat veel essentiëler is. Wil je daadwerkelijk die gedragsverandering tot stand brengen. Het andere project is het Yes I Do project in Ethiopië. Daar is een leuke slide van. Ja, daar kwamen we op een gegeven moment op een school en daar hadden ze ook heel sterk gebruik gemaakt van jongens. De jongens als agents of change. Ik heb nog een keer. En omdat jongens, als je jongens op een gegeven moment ook meekrijgt, die toch altijd maar eigenlijk misschien wel in ieder geval ervan zeg maar beschuldigd worden die norm in stand te houden. Terwijl ze er soms misschien niet eens van bewust zijn hoor en ook mee moeten gaan in het systeem. Maar als je die jongens, de toekomstige echtgenotes, de toekomstige vaders, weer van nieuwe dochters die wel of niet besneden moeten worden. Als je die meeneemt als agents of change en ervoor laat pleiten dat dit niet meer mag gebeuren. Dan maak je denk ik daar ook al een hele stap voorwaarts in. De volgende slide en tevens de laatste slide laat ook zien welke tekeningen ze daarover hadden gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat deze tekening ooit is in onze nieuwsbrief naar de sponsoren, de kindsponsoren van Plan Nederland was gegaan en dat er een discussie ontstond van nou zijn deze tekeningen nou niet veel te schokkend. Maar ja, dit zijn tekeningen die die mensen daar maken, de informatiemateriaal wat ze daar gebruiken om elkaar voor te lichten. Denk ik ook iets waar we zometeen wel over na kunnen denken en even over kunnen praten. Van, er is heel veel informatiemateriaal daar in de projecten. Ik denk zeker niet dat wij hier met nieuwe folders en brochures moeten komen die we de mensen meegeven voor daar. Maar er gebeurt heel veel op dit terrein. Jana, ik dacht dat dit de laatste was. Klopt dat? Ja, klopt helemaal. Ik ga het delen weer stoppen. Oké, nou Loekna, ik ben even heel snel ben ik door die projecten gelopen. Gelukkig hebben we wel iets meer er al over gehad. Maar denk jij dat wij hier in Nederland daar iets mee kunnen? Ja, dat heb ik met jou over gehad en ik heb ook over nagedacht. Het is misschien is beter dat wij op jullie dan een referentiegroep hier creëren. Meer kennis maken, meer informatie. En dan komt er zo'n net een sleutelpersoon tussen jullie en daar. Bijvoorbeeld, ik hoor vaak vrouwen daar, ik zit in mijn netgroep, als ik toch niet mijn meisjes laat besnijden en de druk van mijn familie, waar kan ik terecht, bij wie kan ik komen, ik weet ook niet. Ik heb helemaal geen ideeën, door jou weet ik nu Selima, maar wie, dat is misschien voor ons om deze sleutelpersonen meer actief bij jullie, of meer informatie geven, meer kennis, maar, ja. En dan kon ze daar brengen, ergens in Eritrea of Ethiopië of Sudan of Egypte. Ja, ja, precies. En het feit dat er natuurlijk daar al heel hard gewerkt wordt aan die verandering van die gendernormen, is misschien ook wel iets wat mensen hier nog niet beseffen. Ja. Ja. Dus als zij meer over die projecten misschien weten. Ja, want wij weten het, nu hoor ik wel van jou, maar misschien als het deze andere ook sleutelpersoon ook meer gaan weten.
Dan kunnen wij samen met jullie wel mee denken en meedoen. Ja, dat is zeker waar. Dat zijn, noemen wij als een slechte vrouwengroep. Dat is de, ja, dat wij allebei die meisjes niet laten besneden. Dat door de familie die wordt niet geaccepteerd. Dus misschien kunnen wij iets betekenen voor hier en daar. Ja, want ik denk dat... goed... misschien hebben we ook de andere mensen die deelnemen aan deze webinar daar nog ideeën over. Ik denk echt dat wij vaak in Nederland, zeker de, zeg maar de migrantengroepen, denken dat op het moment dat zij het land verlieten, dat die normen nog steeds daar hetzelfde zijn gebleven. Ja. Terwijl die natuurlijk best al wel veranderd kunnen zijn. Ja, dat blijft hetzelfde. Want iedereen vraagt mij, toen kom je hier, wat neem je mee als... Ik zei mijn geloof, mijn familie, mijn traditie en dan mijn eer, dat neem ik mee. Nu is het wel een beetje veranderd, maar mijn geloof blijft wel, mijn familie blijft wel. Maar dan nu blijft de vrijheid, dan kan ik kiezen wat ik wil, welke opvoeding geef ik aan mijn kinderen. Maar bepaalde dingen, die blijven ze wel. Want het is, we zijn zo opgegroeid. Dat kun je niet achterlaten, bepaalde dingen laat je vallen. Bijvoorbeeld mij besnijden, dat doe je niet meer. Zulke dingen, daar praten wij ook samen hier met onze groep over. En ook over allerlei dingen anders ook dan meisjes. Waar ik ook blij mee, dat is hier ook de mannen wij ook bij betrokken. Hier zijn we in jullie groep. Ja, ja, dat is wel fijn, want dat is altijd voor in Sudan is het vrouwending. De mannen mogen niet mee praten. Dus als mijn man gaat met zijn familie over, dan zegt ze, wat bemoei je mee? Dat is vrouwending, daar mag je niet mee praten. Ik ben ook blij dat ze nu hier in Nederland wel. Dan kunnen wij samen sterk zijn. Dus ik ga niet alleen vechten, maar mijn man ook doet mee. Ja, inderdaad. Dat is wat we in Sudan natuurlijk moeten proberen, die mannen als agents of change mee te krijgen. Dan heb je wel meer een beetje sterk, meer actie, meer, dus alleen niet van vrouwen, maar ook vrouwen en mannen samen. Maar als je dan even terugdenkt naar die gendernormen en social normen en je zegt het zijn de vrouwen die het in stand houden, dan houden ze dus tegelijkertijd hun eigen gendernorm, negatieve gendernorm, in stand. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is helaas, dat blijft altijd zo. Dus als wij gaan ook. Maar wie weet, we gaan wel proberen, maar het is de gender die blijft gewoon. Het is een systeem waar je natuurlijk in valt en waar je denkt dat je aan die kunt doen. Die vrouwen die denken, die zijn, dat kun je hopelijk wel beamen, die denken, oh jee, als ik mijn dochter niet laat besnijden, krijg ik later de schuld dat zij geen goede echtgenoot kan vinden. Ja, dat blijft... dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Ja, je meisje is niet laat besnijden, doe maar je dochter. Als je dochter is 24. Als mijn man belt uit zijn familie, hoe gaat dit nu bijvoorbeeld nu met de situatie? Dan zegt ze, jouw dochter is nog niet getrouwd. Ja, zie je? Dan wordt ze ook nooit getrouwd. Alleen met Nederlands of iemand anders. Dus met Sudanese gaan ze niet trouwen. Dat hoor je dan. En het volksvolger? Nee. Want ik weet, het is niet goed voor mijn meisje. Maar als ik daar zei, misschien was ik, de drukte was te veel voor mij. En dat is bij mijn moeder ook. Dus de drukte van haar te veel. En ze was niet bij. Maar dan kan ze ook niks doen. En, dus als ik daar zo, misschien mijn meisje was ook besneden. Want weet je, net als je zei, je wil je bij horen. Toen was ik op school, ik was 8 jaar besneden. Ik hoor niet bij. Ik mag niet meer eten in de school. Ik mag niet meer spelen. En als ik langsloop, de juffrouw zegt, lukt, nou ben je nog niet besneden. Je bent nu oud geworden. Dus dan kom ik iedere dag thuis huilend. Ik wil besneden, ik wil besneden. Ja. Mijn moeder zegt, nee, dan ga je niet besneden. Maar ik weet het niet wat besneden is. Ik weet, niemand heeft mij uitgelegd. Dus ik wil heel graag, ik was echt roesje. Je wilde bij je horen. En toen gebeurt dit, was gechoqueerd, voor mij is het een ander verhaal. Maar toen was ik blij, ik hoor erbij. Ik hoor erbij. Dus ik dacht, alle pijn, alles, dat hoorde bij zielige vrouwen, pijn, ja, daar hoort bij. Dus iedereen, dat wil ik bij horen. En dan mag ik wel meespelen, en mag ik mee eten. En, de juffrouw zuurt niet dat ik stink ben. Dat is de sociale druk. Heel lastig. Ja, heel lastig. Ja. Sociale druk. Zeker als je in een klein dorp zit. Ja. Maar hier, omdat je dus hier zit en ver van je referentiegroep, is het toch makkelijker om een referentiegroep. Ja, precies. Ja.
Nou, ik ben inderdaad heel erg benieuwd of er nog reacties zijn van andere mensen en ervaringen. Dat ze het hier wel eens over gehad hebben met de mensen waar ze mee werken hier in Nederland. En zeker die mensen die nog met de vrouwenbesnijdenis willen... willen laten doen als ze teruggaan naar hun land met hun dochter. Hebben andere mensen daar ervaringen mee gehad? Dat ze het gesprek wel eens zijn aangegaan, de druk van de familie, de referentiegroep. Of dat ze zich juist versterkt voelden, zoals Loekna hier in Nederland, door een bepaalde groep. Heb jij de vragen bijgehouden of is het Helene die... Nee, we laten we inderdaad naar de vragen gaan. Voordat we dat doen, denk ik, ja, nou, een heel mooi gesprek. En ik denk een heel mooi idee zo om het wat meer internationaal te betrekken. En zo zie je ook hoe belangrijk het is om het gevoel te hebben dat je in ieder geval ergens bij hoort. Maar ook dat die referentiegroep dus onderhevig is aan verandering. Dat daar verandering in kan ontstaan. Sharina, zou jij de binnengekomen vragen voor willen lezen? Nou, dankjewel Jet en Loekna voor jullie mooie gesprek. Ik weet zeker dat jullie inzichten ons webinar hebben verrijkt. Er zijn een aantal interessante vragen gesteld in de chat. En we zullen een paar van die vragen centraal behandelen. We hadden een vraag van Marion van JGZ. En de vraag was, als migratie een negatief effect heeft gehad op het blijvend bestaan van VGV, hoe kun je dan mondiaal het positief ombuigen? Wil je eerst een paar vragen of wil je al dat wij per vraag antwoorden? Ik denk per vraag is het handigst. Ja. Zal ik beginnen? Misschien kun je hem gewoon aanvullen. Hoe kun je het ombouwen? Nou, als je ervan uitgaat dat het allemaal met de sociale en gendernormen te maken hebben, zoals ze in de referentiegroep zitten... Dan, en je kijkt dan naar Loekna's voorbeeld, dan heeft dankzij de migratie heeft Loekna een nieuwe referentiegroep kunnen voelen, vinden, waardoor ze zich wel gesterkt voelde en waar ze zich in thuis voelde. Ja. Dus in dat opzicht heeft het zich versterkt. Tegelijkertijd proberen we natuurlijk in die landen daar ook die negatieve norm om te buigen tot een sociale norm, hè, zoals de Salima approach. En hopelijk zullen die mensen die af en toe teruggaan op vakantie of familiebezoek of whatever, dan op die manier daar ook weer mee in aanraking komen en dat weer mee terugbrengen met goede voorbeelden. Ja. En wij hier als groep, ik ben ook getraind door IFSAN, dus daardoor leer ik meer over, ik heb meer kennis en geef ik ook huisbezoek of kamersgesprekken. Dan neem ik ook mee mijn kennis naar de anderen. Dat is ook heel belangrijk, is daardoor meer vrouwen weten meer van en dan neem ze mee en hoe, beginnen wij, als wij beginnen wij hier, dan kunnen wij ook daar een beetje mee helpen en dan beginnen wij hier niet onze meisjes laten besnijden. Dat is het begin en het is stap bij stap, maar het is heel belangrijk, de kennis vind ik wel belangrijk, want ik weet ook niks van. Toen dat ik pas bij IFSAN heb ik die training gehad. Dan weet ik mijn lichaam over mijn lichaam. En dan weet ik waarom worden wij niet, mogen wij niet meisjes laten besnijden. Dus belangrijk voor mij is echt de kennis. En dat hebben wij hier als groep hier. En dan nemen wij mee daar in ons land. Proberen wij ook als het moeilijk is. Als we ook slechte vrouwen noemen. Maar dan gaan we gewoon door. Overtuiging. Dat we wel heel belangrijk in gesprek blijven. Ja. Dus het is echt een wisselwerking tussen de projecten daar en het uiteindelijk ook weer mee terugnemen van de opgedane kennis, zoals je vertelt, Loekna. Ja. Ja, mooi. Zijn er nog meer vragen binnengekomen, Sharina? Ja. Ja, misschien hebben we nog ruimte voor twee vragen. We hadden een vraag van Nifanuki Rupio. Haar vraag was, hoe kunnen wij onze sleutelpersonen in Nederland en sleutelpersonen of change agents in Afrika samenwerken? Nog één keer, hoe kunnen de sleutelpersonen in Nederland... Hoe kunnen onze sleutelpersonen in Nederland en sleutelpersonen of change agent in Afrika samenwerken?
Oh ja. Ja, dat is een hele leuke vraag. En inderdaad een hele belangrijke vraag. Want dat hoor je ook al wel uit de verhalen van Lubna. Ik heb mijzelf gevraagd, maar de naam stond van de Rokia Omar. Ja. Oh, oké, Sarah. Ja. Oké. Leuk, Sarah. Nou ja, wat natuurlijk heel erg goed is tegenwoordig, zijn de social media. En als je bedenkt dat in de programma's en projecten in de landen waar we werken, we heel veel gebruik maken van jongerengroepen. Die trainen voor lobby en advocacy. En dan niet alleen voor verbetering van wetgeving, maar ook voor de uitvoering van die wet. En daarnaast ook voor awareness raising, het bewustmaken van de mensen in de dorpen. Daarnaast, wat jij ook zei, heel belangrijk dat je kennis hebt over je eigen lijf en leden en weet hoe het allemaal in elkaar zit. Denk ik dat juist met de social media je peers, dus jongerengroepen en jongerengroepen, sleutelpersonen en sleutelpersonen, veel makkelijker met elkaar in contact kunt brengen en ook heel goed kunt laten uitwisselen. En tegen welke problemen lopen jullie aan? Hoe lossen jullie dat op? Wat voor leuke voorbeelden kunnen jullie geven? Ik krijg op het moment af en toe via VAROS wel vragen doorgespeeld van iemand die of familie heeft in een land waarvan een meisje besneden dreigt te worden, of op vakantie wil en bang is dat hun dochter besneden wordt. En dan vragen ze ook altijd, nou, hebben jullie adressen, hebben jullie contacten, waar kan ik me melden? En het verbaast mij dan altijd, van, terwijl er toch aardig wat projecten in dat soort landen zijn, dat toch blijkbaar de mensen die daar wonen die contacten moeilijk te kunnen vinden. Dus ook wel leuk om eens uit te zoeken van hoe kan dat dan? Want er is best veel informatiemateriaal. Er zijn bijvoorbeeld op heel veel scholen zijn er kindbeschermingscomité's. We zijn in Ethiopië, hebben ze zelfs al op scholen hebben ze de zogenaamde secret boxes. Dat zijn dan een soort brievenbus en daar kun je dus briefjes ingooien als je denkt dat er binnenkort een meisje besneden gaat worden of uitgehuwelijkd gaat worden. Dat kan eventueel anoniem. Er wordt dan ook mediation op gedaan en er wordt met die ouders gepraat en allerlei dingen. Maar toch blijkbaar is het nog in het land zelf te weinig bekend en zouden misschien door meer uitwisseling met sleutelpersonen hier, zouden we het kringetje misschien wel weer rond kunnen maken. Ja, mooi. Heel mooi. Sarina, zijn er nog andere vragen binnengekomen? Ja. Ik had nog één vraag. Het was van Esther. En de vraag was, in hoeverre steunt de eerder opgestelde VGV-verklaring van EFSAM families in Nederland in hun gesprek naar achterblijvers in land van herkomst? Dus in hoeverre draagt de VGV-verklaring hier aan om duidelijk te maken dat naar de familie in een land van herkomst dat met in Nederland verboden is en dat dus in Nederland anders gekeken wordt naar de VGV. Dus je bedoelt dat ze die verklaring meenemen als ze naar land van herkomst teruggaan? Of dat helpt? Is dat de vraag? Ja. Eigenlijk, het helpt wel. Het helpt wel. Het helpt wel. Want ik neem het altijd mee. Met mijn oudste dochter hebben we toen nog niet de verklaring, maar met de jongste wel. Dan laat ik zien dat ze wel allemaal handgetekend. Ik noem ze kinderpaspoort. Ik zeg, kijk, dat is kinderpaspoort voor mijn dochter. Als er echt iemand bij haar komt, dan heb ik een probleem. Mijn man heeft een probleem en dan wordt mijn dochter weg van mij. Dan respecteert ze dat. Dat neem ik altijd mee. Ik laat het zien aan iedereen dat het is een kinderpaspoort. Het beschermt wel, maar ik blijf net als ik zei, gewoon praten over praten. Het is ook hoe moeilijk het is, maar beginnen wij hier. Dus bij de kamerbezoekgesprekken, en dan beginnen wij hier. En dan, we laten alle materiaal, hebben we heel veel materialen van EFSA, nemen we altijd mee. En we delen het ook met de vrouwen en ook met de mannen. En tot nu toe hoor ik dat wel, dat is wel heel enorm, de verklaring. Ja, ik ben het met Lubna eens, het helpt wel. Ik zei het ook al eerder, denk ik. Zeker heel belangrijk als er goede wetgeving is in een land. En net als hier, zijn ook in de meeste landen is er al hele goede wetgeving tegen meisjesbesnijdenis. Maar dan toch zie je het nog gebeuren. Dus een van de redenen is en wetgeving en een goede verklaring. Maar zeker ook de nadruk op het veranderen van die sociale normen.
Ik kan nog een voorbeeld geven wat we in Mali een keer gedaan hebben. Een hele groep mensen uit een community die allemaal in een kring werden gezet. En meisjesbesnijdenis werd daar nog steeds gedaan. Omdat iedereen dacht dat de buren vonden dat zij dat moeten doen. Echt dus een social of een gender norm. Men denkt dat je dat moet doen omdat je anders niet voldoet aan de norm van een groep. En toen werd er gevraagd aan iedereen, doe nou eens een stap naar voren als je denkt voor jezelf dat je het eigenlijk liever niet wil laten doen bij je dochter. Toen kwamen ze erachter dat 90% van de mensen uit die kring allemaal een stap naar voren deed. Dus wat ontdekte men? Dat ze dachten dat hun buren het ook zouden vonden dat zij dat zouden moeten doen. Dat al die buren eigenlijk hetzelfde van elkaar, ik niet, ik niet, ik niet. Dus die hele sociale norm, die werd op een of andere manier in stand gehouden doordat er niet over gepraat werd. Die was allang geen sociale norm meer. Dat zijn natuurlijk interessante voorbeelden en leuke methoden hoe je kunt achterhalen van wat mensen denken is wat anders dan wat ze doen. Dus het is ook van groot belang om inderdaad te kijken of die normen nog wel gelden. Of ze niet misschien al weg zijn of minder aanwezig zijn. Ja, mooi voorbeeld. Sarina, heb je nog andere vragen binnengekomen in de chat? Nee, geen andere vragen. Nee. Nee? Dan gaan we dat hierbij laten. Even kijken. Even de PowerPoint weer delen. Nou, nogmaals, Jet en Lukna, heel erg bedankt voor jullie internationale verhaal. Op dit moment zal er een evaluatieformulier in de chat worden gestuurd. Dit evaluatieformulier kunnen jullie ook vinden door deze QR-code te scannen. En het gaat over dit webinar. Het is een heel kort evaluatieformulier met een aantal vragen. Dus vul deze vooral in, ook als je ideeën hebt over andere onderwerpen voor volgende webinars. Nou, jullie hebben allemaal best wel wat vragen gesteld. En leuk om daar ook zo op in te gaan. Mochten er nou andere vragen nog binnenkomen, misschien later vandaag of over een tijdje, stuur dan vooral even een mailtje of naar Jet. Haar e-mailadres is nu in beeld te zien als het goed is. Dat is jet.bastiani@planinternationaal.nl of naar mij, j.sau@faros.nl. Dan nog even een paar laatste dingen voordat we gaan afsluiten. Het webinar wordt dus opgenomen en over een aantal weken krijgen jullie een link waarin jullie het webinar terug kunnen gaan kijken. En dit is ons eerste webinar in de reeks voor dit jaar. Dus er komen nog verschillende andere webinars aan. En de volgende zal plaatsvinden in september. En deze gaat over cultuursensitief werken. We hebben het best wel vaak over cultuursensitief werken. Maar wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe doe je dat? Daar gaan wij in het volgende webinar op in. Wij hebben nog 3 geleerde lessen, die takeaways voor de mensen, voordat ze echt afhaken. Inderdaad. Heel goed, Jet. Wil jij deze delen? Ik zal de eerste doen. Dan mag jij de tweede doen, de derde. Ja. Wat we dus hebben gemerkt, is dat je denkt soms dat de referentiegroepen, de groepen waar mensen in leven, dat die dus sociale normen hebben die altijd maar hetzelfde zijn, hetzelfde blijven. Maar die kunnen veranderen, maar je kunt dus ook, dat hebben we uit Lukna's verhaal gehoord, ook van referentiegroep veranderen. Dat is denk ik heel belangrijk om je te realiseren als je hier in Nederland aan het werk bent. Dat je kunt gaan zoeken van met mensen samen, als je daadwerkelijk gedragsverandering wil in die meisjesbesnijdenis, dat je naar de referentiegroep op zoek moet gaan en kijken hoe je die ook kunt veranderen. Omdat je de sociale normen wilt veranderen. Hebben. Ja, zeker. En nog een take-home message voor als we kijken naar de projecten waar Jet ook wat meer over heeft verteld. Wat je daarin ook ziet is dat ze ook echt hebben gekeken van binnenuit. Wie zijn nou die belangrijke figuren in de groep? En aan de hand daarvan ook de gesprekken aangaan en kijken hoe die sociale normen kunnen worden veranderd. Dus ik denk dat dat iets moois is wat we kunnen zien aan de projecten ook in het buitenland. Heb jij er nog een, Luna?
Anders dan. Nee, ik heb, geen, ik heb wat gezegd dat de referentie hier beginnen en samenwerken, net als Ebzan zei. En dan kunnen wij misschien internationaal straks meedoen. Neem bij onze kennis. Dat vind ik een hele mooie. Ja, want behalve geleerde les is dat ook zeker een vraag die ik nog aan iedereen wil stellen. Mochten jullie daar nog ideeën voor hebben, hoe kunnen we een betere link tot stand brengen tussen de sleutelpersonen hier en geleerde lessen en sleutelpersonen daar? Nou, wees welkom. Ja, nou hartstikke mooi. Jet en Lubna, heel erg bedankt voor jullie verhaal, voor het delen van het internationale perspectief. En ook voor alle deelnemers. Fijn dat jullie er allemaal waren. En hopelijk zien we elkaar weer in september bij ons volgend webinar. Bedankt. Tot ziens. Dankjewel allemaal. Doei.